even voor de duidelijkheid, voor de kijkers thuis. Je bent samen met actrice Britt Scholten. Ja. Dan ben ik wel benieuwd. Wat vindt Britt van deze humor? Ze doet mee toch soms? Nee. Oh, niet meer? Ze heeft ooit één keer in een film... echt één keer? Eén keer in een film van mij gespeeld. Dus dat ga ik echt nooit meer doen. Nee, echt? Wat vindt ze ervan? Wat, maar echt één keer, joh? Ja, één keer, maar. Oh. Nee, okay. Ze vindt het... Ze zegt, je moet gewoon jouw ding doen, weet je wel. Nee. Ze vindt het best wel grappig of zo, maar ja, ze snapt het ook niet per se altijd of zo. Maar ze support me wel gewoon, weet je wel. En ze helpt me soms. Laatst moest ik zo'n filmpje als zo'n chick opnemen met zo'n pruik in mijn huis. En dan ging zij het gewoon filmen, weet je wel. Dus het zag er echt niet uit, want ik was gewoon als chick en zij ging dat filmen. Dus dan denk ik het een foute porno scène of zo, weet je wel. Maar neemt ze je carrière ook serieus? Ja, heel erg. Ja, daarom, ze helpt me zelfs met filmen. Maar ze hoeft er niet zelf in te spelen of zo. Ja, tof. Het is ook raar, want ze doet ook GTST en zo. En dan gaat ze nu opeens in zoiets doen. Dat is totaal iets anders. Het kan echt, dat slaat nergens op. Oh, is het van GTST, joh? Ik wist dat niet. Ja. Ja, ik kijk geen tv vandaar. Jij zegt dat niet. Nee, maar jij kijkt ook geen tv. Jij kijkt ook geen tv. Dus we staan kiet gelijk. Meteen. Oké, jij krijgt veel naaktfoto's, hè? Of af en toe, hier en daar. Het gebeurt wel eens, ja. Hoe ga je ermee om eigenlijk? Wat doe je? Niks. En wat vindt zij ervan? Britt, ja. Dat ik naaktfoto's krijg. Zij krijgt kapot veel naaktfoto's zelf. Ja? Ja, maar vrouwen krijgen veel meer, man. Zij heeft twee keer zoveel volgers als ik, hè? Ja, en dan krijgt ze gewoon lijpe naaktfoto's van boys en zo, gewoon nudes. Ja, volgens mij wel. Nou, vroeger... Gewoon met de dik naar buiten? Ja, man. Ik krijg dat zelfs. Ik krijg dickpics. Ja. Wat? Ja! Bro, maar kijk, eigenlijk kun je ze niet kwalijk nemen. Lekker met de meiden. Hey, ja, begrijp je, broer? Ik snap het ook wel. Als ik mezelf zie, dan denk ik soms, man, hij is echt gay, ja. Ik zou het begrijpen. Hoe ga je daarmee om? Vind je dat vervelend? Nou, ik hoef het niet, moet ik zeggen. Maar ik weet nog wel, toen Snapchat nog gaande was. Toen had ik Snapchat en daar kon je allemaal gekke Snapchat aan elkaar sturen. Ja. En dat had ik soms. Ik had toen mijn profiel openstaan. En soms zat ik gewoon in de trein of zo. En dan open je al die dingen en opeens zie je gewoon een gekke dik gewoon inderdaad. Dan zitten ook mensen soms naast of zo, weet je wel. Maar ja, die blokkeer ik dan, maar verder doe ik er niks mee. Jullie krijgen zeg maar heel veel aandacht, allebei. Zij is bekend natuurlijk van GTST, ze is actrice, jij bent bekend met hetgeen wat jij doet. Mm-hmm. Wanneer is zij bijvoorbeeld jaloers? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oh, niet zo snel hoor. Nee? Nee, ik denk juist omdat we allebei gewoon... maar in het wereldje zitten, dan weet je ook van elkaar dat het gewoon gebeurt, weet je wel? Dat je er ook niks aan kan doen als iemand opeens iets tegen jou zegt of een dickpic stuurt of zo. Dus of ja, dat gebeurt gewoon. Weet moet je doen. Ja, het gebeurt gewoon, weet je wel? Dus ja, en we vertrouwen elkaar gewoon. Ik vertrouw heel erg. Dus ja, dus maar wie is, gewoon... wie is wat jaloerser, jij of zij? Nee, ik allebei gewoon heel chill zijn. Oké. The white love is always on the same level, man. De white love. Wat zeg je allemaal, man? Nee, maar echt. Zeg maar, zij gaan er altijd nuchterder in, zeg maar. Je weet toch? Zeg maar, delete voor elkaar. Ja, nee, dat zeker. Praten we later over, dadelijk. Okay, ik ben benieuwd. Ik denk dat jullie nog echt uitgebreid hierover kunnen praten. Ja, maar je hebt samen met... White love. White love. Gekke woord. Stop. Doe niet zo. Oké, Caucasian. Fout weer, dit jongens, echt. Stefan, je hebt samen met Sean een serie Potje Rijden. Ja. En daar heb je zelfs een track van gemaakt. Ja, lekker potje rijden. Oh, ik blijf zeggen, jij bent echt gek. Maar wat doe je eigenlijk tijdens deze potje rijden? Tijdens, in die serie? Ja. Oh, we hebben gewoon elke week gewoon één gast in de auto. Die een YouTuber of een artiest, weet ik veel. En dan gaan we gewoon een potje rijden. En dan doen we een paar van die rubriekjes. We hebben gewoon vriendenboekjes vragen. Die we dan doen, die je zeg maar vroeger in een vriendenboekje had staan. Dus wat wil je later worden en zo. Nou, dan doen we een paar dilemma's. En we doen altijd met de gast gewoon één ding... wat een beetje bij hun van toepassing is, weet je wel. Dus met Simon hebben we dus dit nummer gemaakt, want hij is een producer. Ze gingen voor de grap gewoon zo'n nummer maken. Bijvoorbeeld met Steven van Stuk TV. Ja. Zijn we naar de karwei gegaan, want hij mocht eindelijk weer de karwei na één jaar met die verbod uit. Gingen we daar met ballonnen en zo naar de karwei, weet je. Dus altijd zeg maar nog één zo'n extra random ding erin. Nou, wel echt heel tof. Dat was echt awkward, ik had die gezien, man. Ja, dat is echt awkward. Dat was echt awkward, maar goed. Nou, grappig gewoon. Ja, klopt, was wel lauw. Awkward is een beetje mijn ding. Dus. Ja. Past volgens mij wel heel goed bij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is wel een mooie auto voor een potje rijden. Het is een mooie Tesla. Ja. Is het jouw auto? Nee, we hadden die van Tesla gekregen. Oh, serieus? Voor die serie. En moest hij daarna weer terug? Ja, met pijn in mijn hart. Ja. We hebben een paar dagen, zeiden ze, neem even een paar van die afleveringen op. Ik zei, ja, is goed, weet je. Maar ik moet zeggen, het past ook niet echt bij ons. Wij zijn echt te lomp voor zo'n dikke auto. We moeten gewoon een Fiat 500 hebben of zo. Ja, gewoon zo'n lekker autootje gewoon een beetje erin rijden. Maar dat was wel vet om even te hebben. Wel dik, zeker weten. Met die zou je nog meer een potje willen rijden?
Als jij het zegt, klinkt alles fire, man. Ja, ik weet, man. Als jij het zegt, klinkt alles fire, man. Ik weet, white love. Ik probeer het, ik probeer het te negeren en denken, alsjeblieft, denk er normaal over. Ik wist gewoon, jij gaat hier iets op zeggen. Sorry, man. Sorry, man. Maar jij staat nog op kijk, de lijst. Nu klinkt helemaal fout dat ik nog op de lijst sta. Wat voor love is dat? Het is geen white love, het is een deel van op je.